je zin in school vandaag, man, lief? Nee. Ik heb meer zin in school dan in zwemles. Bye, bye, bye. Oeh. Kijk maar naar de meisjes. Nog zo op die balletjes dan. Of zo. Die balletjes zijn smaak. Heb je al schoenen aan, schat? Ja. Okay, mag je je jas ook aan gaan doen? Doe jij nog iets in je haar? Ja. Oh. Heb je zin in school vandaag, man, lief? Nee. Ik heb meer zin in school dan in zwemles. Oh. Weet je wat ze de vorige keer zei? Ik wil zwemmen worden. De grootste hobby? Met het vriendenboekje. Ja. Dat helemaal klopt niet. Ja, maar soms vind ik het leuk en soms weer niet. Jij zegt dat als ik er ben, vind ik het leuk. Hè? Nou, dus heb je haar nog niet gedaan dat je het gaat fietsen? Ja. Vroeger was je wielrenner worden. Ja, wielrenner was je ook nog geworden. Dat is niet vroeger, hoor. Dat was een half jaar geleden. Ja. Zit hij ook in school? Een half jaar geleden. Dat schoentje aan me? En Eline, hoe vaak poets je je tanden nu in je beugel? Hoe vaak poets je die per dag? Drie keer toch zo? Niet vijf of zes keer. Dat zijn de schoenen! Ja, nou dat moet ook. Nou, we zijn in de plaats waar we voor 95% zeker de bakkerijen gaan beginnen. We zijn weer op onderzoek uit. Het is veel dicht op maandag. Ja, dat is mij ook op. En we gaan even, even bij de lunchroom even wat eten. Die ook brood verkoopt volgens ons. En er zit er ook nog een Lidl, maar die zit ergens buitenaf. Dus dat is, ja, dat is toch anders. We gaan meteen even spieken bij de collega's. We hebben geluncht en toen zijn we naar de supermarkt gegaan om te kijken. We hebben boodschapjes daar gedaan gelijk. De andere bakken naar binnen gekeken. Een beetje waar een onderzoek gedaan. Ja. En toen zijn we naar Roosendaal gereden. Again. We hebben zelfs nog koeken meegenomen in de supermarkt. Van, ja. Grove koeken. Oh, nou gaan we wel heel dicht in de buurt zitten waar we... Oh, ja. Maakt niet uit. Die noemen ze daar zo. Dat is een bakker in Bergen op Zoom. En die verkoopt de koeken heel veel. Dus die zijn er heel bekend, die koeken. En ze zijn ook lekker ook. Ik vind ze niet zo. Nee, ja, ik vind ze wel lekker. En toen hebben we naar Roosendaal gereden. Want in wij vinden matrassen op ons bed heel... De soort matras op ons bed heel erg belangrijk. Omdat we meestal als we op vakantie zijn en zo, hebben we echt altijd allebei last van onze rug. En dan onrustig slapen. En thuis hebben we heel goede matrassen, M-line matrassen. En op de camping hebben we ook hele goede matrassen, ook M-line matrassen. Maar die zijn in Spanje niet verkrijgbaar. En dan hadden ze wel Tempoer. Daar hadden we er nooit op gelegen. En om nou een matras te kopen zonder er ooit op gelegen te hebben, dat vind ik dan wel veel geld om dat zomaar dan te doen. Ja. Zijn we even naar de beddenwinkel gereden en hebben we het uitgelegd. Bij Beter Best Bed zijn we gaan testen en liggen. Ja. En we hebben het gewoon eerlijk verteld en we hebben echt heel goed geholpen. Ja, ook gezegd van ja, we weten al dat we hier niks gaan kopen, maar we willen graag weten hoe het ligt. Nou, ik kreeg hartstikke goede uitleg. Dat was echt heel leuk. En nu gaan we even langs de wasstraat. Want er zit een, ik denk nog steeds, er zit een lekje achterin bij de auto. Die sluit niet goed. En ja, als we en door de wasstraat spuit water. Komt er water naar binnen. En dat moeten we filmen van Tesla en opsturen. En dan kan hij voor de reparatie terug. En hij moet toch sowieso nog terug voor het deukje. Dus dat kunnen we allemaal in één keer laten doen. Ja, dat deukje ging ook niet bij een gewoon schadebedrijf, want daar ben ik al geweest. Ja, want dan was het ingewikkeld, hè? Met ja, dat doen ze niet. Ja, en dan komt hij een storing als je een paneel eraf haalt, als het over. En het is aluminium. Dus daar begint het niet aan. Deukje al te groot voor. Nou ja, dat is in ieder geval wel duidelijk. Ja, in plaats zeker van dat gelijk. Ja. Dus dan kruip ik zo meteen achterin. En dan, dan gaan we eventjes filmen hoe het lekje is. Want ik wilde het al zelf proberen toen Sofie er niet bij was. Toen had ik mijn gordel los. En toen schoot hij elke keer uit de neutraal stand. Dus dat gaat niet. Dus ik kon het niet filmen. Dat twee keer dat heel die wasstraat stil moest. Ja, jij zei ik stond een beetje verschut. Ja. En gelukkig zei die tweede, jij moet je gordel aan doen bij zo'n auto. Oh,
Ja, dat wist ik dus niet. En je had ook nog je gordel erin kunnen stoppen. Ja, ik moest een beetje naar achter helemaal. Dat gaat niet meer. Ja, ik had hem erin kunnen stoppen. Maar ja, daar sta je die stress in die dingen die je al twee keer uitspringt. Je was met de kinderen toen, hè? Ja, er waren één of twee kinderen bij, ja. Dus dat gaan we nou nog eventjes doen en dan is het tijd om de kinderen weer te gaan halen. Ja. En vanavond is er geen sport dit keer. En we hebben al boodschappen gedaan, we eten lekker oosters. Laksa soep, wil je maken? Ja, en... kokosmelk vergeten. Dat is nog wel lekker. Laksa soep en rijst, satéetjes en morgen hasje. Ja, die maakt Sophie. Sophie is van de hasje. Ja, weet je dat komt? Heeft Jan geen geduld voor? Ja, heb ik wel geduld. Het is geduldvlees. Jij vindt die van mij niet zo lekker, want ik maak hem zonder met zakje. En zo. En, ik vind die kruiden altijd zo lekker bij zo'n hasje, zo'n zakje kruid. En Jan vindt dat niet lekker. Het is de eerste keer dat ik achterin zit. Ja. Nee, dat is niet waar. Ik heb al een keer achterin zitten. Toen, de eerste dag, toen mocht Stan voorin zitten. En Sophie zit klaar. Ja. Dat vind ik aan deze kant nu een grotere spleet tussen de ramen dan aan de andere ja, kant. Ja, maar ja. Het is echt wel iets gebeurd. Oh, hier kan het ook nog gebeuren. We hebben nou een... weer een ander sproeiertje. Deze kan het ook zijn. Eén van de twee is het. Nee. Ja, is het dus niks. Is het toch dicht? Ja, maar het is echt twee of drie keer dat we... Dat ja. Ik voelde net, ik zag het. En toen zaten die... Het zat Merel achterin, die zei het keer. En Stan zei het keer. Ja. En nou zie je nergens een druppeltje. Nee, ik ben ook al aan het voelen. Hier is nat. Hier is nat. Ja? Oh, nou, dan moet je daar even een fotootje van maken. Wij zijn samen helemaal gezellig naar het choco-atelier gegaan. En we gaan de reep maken voor Valentijnsdag. Voor Valentijnsdag, hè? En voor wie ga jij een reep maken? Voor Nout. Voor Nout? Oh, Nout! Nee, Nout uit mijn klas. Oh, Nout uit jouw klas. En hoe oud is Nout uit jouw klas? Die is ook 5. Oké. Okay. En voor jezelf wil je ook nog een reep, dezelfde? Ja. Ja? Ja. En we hebben al uitgezocht wat je er allemaal in wil. Je wilt er van witte chocola? Ja, maar Nout zegt dan echt zo Io. Nout waar je maar wil geven? Ja, want dan zegt hij Io roze. Nee, dat is... Jawel, hij zegt echt zo maar Io roze. Maar Valentijnsdag, dat is rood en roze, hè? Dat is als je van elkaar houdt. Ja. En dan mag jij... Roeren. Roeren. En ja. Het erin scheppen. Ja, en ik doe het er allemaal eventjes in, ja? Waarom jij? Oh, jij mag roeren. Ik doe het er allemaal in. Ja. Goed. Ja, dan laat ik zien wat jij allemaal uitgekozen hebt. Bolletjes. Met de handen mag je daar niet aankomen. Nog meer? Ik doe het wel even. Nog één lepeltje. Ho, 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 ho. Nee, nee, nee. Genoeg, 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 genoeg. Anders kan de andere bijna niet meer erin. Ja? En deze chocola. Dat is aardbeienchocola. En... Ik kan het. Ja, en marshmallows. Die doe ik wel. Nee, ik. Nee, die zijn best moeilijk. Ja, maar ik kan wel... Moet jij ho zeggen, ja? Mag jij ho zeggen? Ja, oh. Nee, jij. Nog één dan, anders wordt het te veel. En dan nog hebben we nog chocoladehartjes. Nog één schepje, want anders wordt het te veel. Hè? Ja, goed zo. Oh, hè? Oké. Okay. Ja, jij staat op een krat, hè? Dan kun je lekker meekijken. En dan doe ik nou die chocolade erin. Zo uit de machine. Maar dan is de. Zijn de grote dingen niet boven? En nou mag jij, ja, dat doen we er nog op. Nou mag jij hiermee roeren, heel snel. Is het echt goed? Nee. Helemaal zo van onder. Hou jij het bekkertje maar vast, wil ik even roeren. Houd deze maar vast, het bekkertje. Zo, stevig vasthouden, ja.
Maar ik wil ook roeren. Ja, dan doe jij nog maar even roeren. Maar die moet wel snel, anders wordt de chocola al hard. Goed zo. En dan moet jij even vloggen dat ik de chocola en de hartjes doe. Ja? Kijk, doe jij mij vloggen zo. Goed naar het schermpje kijken. En dan doe ik zo de chocola en de hartjes. Alleen kan het hartje niet echt zien. Dat laat ik zo wel zien aan de mensen, ja? Dat is wel leuk, hè? Mag jij gewoon mijn Valentijn geven aan Maud? En op mijn verjaardag. Op jouw verjaardag, ja. Dat is Valentijnsdag, op jouw verjaardag. Dat is de mooiste dag van het jaar voor jou. Ja. Ook eigenlijk voor iedereen. Nou, heeft Sinterklaas toch ook leuk. Kerstmis, Pasen. Ja. Is ook allemaal leuk, toch? Ja, oké. Okay. Ook allemaal mooie dagen. Koningsdag. En zo ziet het eruit. Zo ziet het eruit. En dan zet ik het trilplaatje aan. Nee, je moet hem nog afmaken. Kijk, dan trilt hij. Zie je dat? Voel maar. En dan gaat hij bewegen. Ja. En dan gaat de chocola, die gaat dan mooi zo in de vorm. En dan zet ik hem uit, het trilplaatje. En dan doen we er nog een beetje versiering op. Nee, dat wil ik doen. En je wilt toch dat die mooi wordt? Ja, maar dan moet je dan zo mooi verdelen. En de andere. En we beginnen altijd met het grootste. Waarom? Want, omdat het kleinste er dan wel tussen valt. Hier is er eentje gevallen. Die is voor jou. En dan de marshmallows. Kijk, en je ziet al dat de chocola al hard wordt, dus je moet dat heel snel doen. Waarom wil jij het? En dan roze bolletjes. Wauw, die wil ik ook wel. Maar deze zit er niet in. Nee, ja, die komt nog. Het werkt niet heel handig met één hand. Maar deze zijn toch eigenlijk het kleinste? Deze zijn toch eigenlijk... Ja, die stond verder weg. Daarom. En Madelief, vind je hem mooi? Ja. Ja? Ja, ik denk dat... Eentje voor mij is. Eentje is voor jou? Ja, dan moeten we nog even in de koelkast doen. Want nu mag ze niet allebei. Nee. En je mocht er zelf ook heen. Leuk, hè? Ik wil die. Wil jij die met meester erop? Ik zou altijd de mooiste geven aan waar ik zoveel van hou. Vaak aan wie ik hem wil geven. Dan zeg maar. Maar ik ga die zelf. Oh, nou dat mag. Dan leggen we ze even in de koelkast. En dan kunnen we ze losmaken, ja? Heel goed gelukt, hè? Maar je kijken als je hem dan loshaalt. Dat is de andere kant dus zo. En dan gaan we hem zo in het folietje doen. Waarom andersom? Oh, dan zie je zo de mooie kant met wat erin zit. Dat zie je dan. Dat valt wel een beetje af. Kijk, en dan doen we hem in zo'n doosje. Dekseltje erop. En deze is voor mij. Die is voor jouzelf. En kijk eens wat een mooi cadeautje van Lieve. En deze is voor mij. Voor Valentijnsdag. En deze is voor mij. Ja. Wil je ook in een folietje? Ja. Oh, dan valt er een beetje af. Ik wil toch die. Nee, je moet deze nemen. Deze. Dan die. Zo, kijk. Dan weet je toch niet meer welke wat was. We zijn lekker aan het eten. Is het lekker, Mandlief? Dankjewel voor het toetje. Ja, dat gaan we zo meteen doen, hè? Het toetje. Heeft er iemand nog iets te vertellen? Nee. Ja. Vandaag hebben we wel 2 invaluur. Achter elkaar. Van dezelfde persoon. Dus toen, waar mensen hebben gekozen, ze hadden al wel O&O. Want in de eerste mocht je bij ons kiezen tussen of O&O of tekenen. En de kinderen die O&O hadden, die moesten de eerste 2 uur wel naar school. Maar ja, dat derde uur wilde ze uit, dus ik had nog een uur thuis.
Dat is ook dan wist je pas toen je op school was, of dan wist je al... Ik was hier, ik was nog thuis. Oké. Okay. Maar de rest was nog... Dat ik naar zwemles ben geweest en dat ik bijna ging... Bijna een bandje. Bijna. Nou, wie weet volgende week. En had jij zin in de zwemles toen ik jou afzette? Nee. Je moet straks huilen. En dan ben je er en dan vind je het altijd weer wel leuk, hè? Ja. Het is altijd bij jou. Kan mama jou even helpen? Nee. Kijk, jij vindt jouw soep zo lekker, hè? Kom maar, mama doet dat. Kom maar, ja? Happen dan? Abba. Dat is niet, hè? Abba. Dat is kip. Kippenbouillon, wat jij hebt. Kip. Ja. Vind je het stik lekker, Jan? Ik heb al iets op, mama. Mama, heb je genoeg gegeten? Wat wil je met een satéetje? Nee. Maar... Ik wil al één stukje van het satéetje. Ga je zo meteen lekker slapen, want jij wilde vanmorgen niet makkelijk jouw bedje uit. Schat? Ja, maar ik wil eerst wel een toetje. Jij mag zo meteen een toetje. En ik wil even opblijven. Ja. Floor, jij gaat nog even leren? Ja. Zijn jullie lekker piano aan het spelen? Pas op voor je vingertjes, hè? Je bent blind, hè? Ja, je moet ook blind. Welke kan junior? Nou mag junior. Ik ben er. Ik ben Nee, 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 niet zo. Mooi hoor. Heb je niet goed gedaan, dit concertje? Zegt. Kan het nog beter, junior? Kan het nog beter, hè? Nee, 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 kom. Sissi. Ik mag dit morgen en overmorgen mee naar school en Floor donderdag en vrijdag. Hoe kom je eraan? Hier in de hal kun je wel goed oefenen. Aan de kant, junior. Aan de kant. Aan de kant. Aan de kant. Aan de kant. Zet junior even aan de kant. Papa, mogen we onze toetjes? Ja, we gaan zo toetjes eten. Zet junior even aan de kant, Mandy. Even junior aan de kant zetten. Dan kunnen we even naar Guusje kijken. Junior, kijk. Kijk, hier is de kruk helemaal. Yeah. Oeh. Dat is eng, ik durf dat niet. Ik kan al bewegen, zag je het? Ja. Op de camera. Kijk, dat leunje die kan zo goed. Ja. Ik heb hem opgesloten. Alleen soms... Waar heb je hem opgesloten? Het is toch niet opgesloten? Soms dan gaat het mis. Het is gewoon de keuken er dicht gedaan. Want kijk, soms gaat het mis en dan doe ik het te scherp omhoog. En dan ga ik zo. Van de week. Quick Milk Magic Sipper. Gekocht bij de Poolse supermarkt. En je hebt aardbeien en chocola. Mogen we ze allebei proeven? Ja hoor, je kan van elkaar proeven. Ik wil chocola. Ik neem chocola. Ik neem. Ja, dat is heel goed. Dan kan je daarna van elkaar proeven. En junior. Je denkt dat je eerst melk erin moet doen, of niet? Ja, dat denk ik ook. Junior neemt ook aardbeien. Ik ook. Oh, moet even lezen hoe het dan moet, joh. Kom erin, hoor. Ja, zou ik dat zo gaan? Goed te proeven. Met één hand. Huh? Ja. Ik heb mooi melk op. Hoe kijk je allemaal moeilijk als je een glas melk inschenkt? Omdat ik geen melk lus. Ja. Oh, hè? Dat is best lekker. Goed, doe het er maar in. Is het echt lekker? Ja. Zag je wel ook gaan? Ja. Die is echt lekker. Beetje yoghurt en chocomel, achter of niet? Nee, die van mijn lief is niet echt yoghurt. Mama! 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 Mama!
Oh, niet op tafel zitten. Even eraf dan. Bellen, mag er nog eentje, hè? Chocomel? Mama, mag er zo meteen nog eentje, hè? Dat weet ik niet. Ja, doe maar drinken. Ik wil nog een chocomel. Goed zo! Je bier is ook lekker, hoor. Net niet. Mama, jou helpen? Doe maar een eentje. Zo, en nou is het. Doe de bal. Zo moet hij. Ja, doe maar drinken zo. Ga je drinken, daar. Okay. Er is niet haar bij, is chocola. Ik wil jou helpen. Je deed zo goed. Hier drinken. Kijk maar naar de meisjes. Ja, goed zo. Kijk, als je zo doet, dan komt er chocola. Nee, doe maar even gewoon, want hij kijkt naar jou hoe het moet. Kijk maar naar de meisjes. Die lossen op die balletjes dan. Zo. Die balletjes zijn de smaak. En dan kijk. Ja, nou zitten er veel minder in. Ja, die balletjes die gaan gewoon in de mond. Ja? Je hebt dan balletjes in je mond. Nee. Het rietje is zo gemaakt volgens mij dat er niet erin kan. Ja, Madelief vindt het allemaal lekker. Ja, bij haar zit er helemaal geen balletje meer in. Nee. Nu smaakt het pas echt. Nu voel ik. Ja, proef ik echt de smaak. Dus jullie vonden het wel leuk en lekker dit. Nou, die vinden jullie ook nog andere smaken. Ja, ze hadden heel veel smaken. Mag ik die van jou ook proeven? Ik heb nog geen andere smaak. Dan aardbei. Misschien mag je wel van Junior proeven. Dat is een goede slachtoffer voor jou. Kijk maar. Junior, mag ik eens? Heel even. Aba? Mag het rietje eens? Nee! Er wordt er twee aangevallen nou. Als je het nou lief aanpakt, lukt het misschien wel. Dan werkt meestal beter dan niet lief aanpakken. Junior, mag ik alsjeblieft een appje? Ja, ik ook. Junior, mag jij de pen? Zonde. Junior, mag jij de pen? Mag ik een slokje? Alsjeblieft. Nee, doe maar niet, hè. Mag jij een voetbalplaatje? Mag jij een voetbalplaatje? Daar zal hij blij mee zijn. Neem maar kusje. Jawel. Nee. Mag jij die niet? Nee. Dan mag jij die niet. Die mag jij hebben. Hij hoeft hem niet. Laat hem nou maar met rust. Ik heb nu wel een slokje op. Laat hem maar. Weet je wat wij gaan doen? Wij gaan afsluiten, want dan gaan jullie zo slapen. Dus, allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. Doe allemaal een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken. Houdoe! Nee, dat gaan we niet doen. Oh ja, tip voor als je sleutelteentjes gaat maken. Ik vind de bovenkant juist hard. Oh. Als je moet schoppen, moet je hier weer rennen. Oh, je liet scheet. Junior, ja. Ja, maar het is zo raar, maar ze moet net van de straat lopen.